Er zijn twee mogelijkheden. 1. De brug staat alleen. Of 2. Er zijn meer bruggen in een rij gekoppeld. Staat de brug alleen, dan heeft elke kolom links en rechts maar één draagjuk. Als ze gekoppeld staan, dan hebben de gekoppelde kolommen aan beide zijden een draagjuk. En alleen de buitenste kolommen van de rij hebben maar één draagjuk. Teken de plaats af, op de vloer, waar de brug moet komen te staan. 257,6 cm breed, en drie vlakken van respectievelijk 87 cm, 91 cm en 220 cm lang. Boor een gat in de vloer, door de voet heen, van 12 mm, en sla er een vloeranker in, draai hem vast. Neem een langsligger, de schuine kant is de oprijkant, en hang hem aan het draagjuk. Monteer alleen de bovenste bouten, dit zijn de kortere dikke zwarte bouten en moeren. Neem de dwarsverbindingen, twee in het midden en één aan de achterkant. De middelste met de langere bouten en de achterste met de kortere. Monteer de korte voeten aan de voorkant van de kolom. Neem de andere langsdrager en hang deze aan de andere kolom. Monteer hier ook alleen de bovenste bouten en moeren. Schuif de kolom met de dwarsligger naar de juiste positie en verbind de dwarsverbindingen met de langsligger. Monteer nu de achterste voeten. En de afdekplaat voor de hydraulische slang met de twee boutjes aan de voeten vast. Neem de motor en de bevestigingsbeugel, monteer de beugel met twee bouten aan de motor. Twee boutjes met moeren en ringen losjes in de bovenste twee gaten hangen. Hang de motor, met de twee boutjes, in de sleufgaten bovenaan de kolom. Als de motor hangt, kunt u de twee onderste boutjes met moertjes bevestigen en alle boutjes aandraaien. Montageplaat voor de elektrakast. Monteer de elektrakast met vier kleine schroeven, met de rug aan de montageplaat. Hang ook hier twee losse boutjes met ringen en moeren, in de bovenste twee gaten en hang deze in de bovenste sleufgaten in de kolom. Let erop dat de deur van de elektrakast naar buiten open gaat. Er zijn drie verschillende hydrauliek slangen. Eén lange met een haakse koppeling en een rechte koppeling. De haakse koppeling komt aan de motor. De rechte koppeling komt op het verdeelblok. Een korte slang met een haakse koppeling en een rechte koppeling. De rechte koppeling gaat naar de onderkant van de cilinder. De haakse koppeling gaat naar het verdeelblok. En een lange slang met twee rechte koppelingen. Eén kant komt op het verbindingsblok en de andere kant gaat onder de afdekplaat door, naar de andere kant van de brug, waar hij onderaan de cilinder vastkomt. Haakse koppeling aan de motor. Slang loopt door de koker in de kolom naar de onderkant van de kolom. Uit de opening, door de openingen in de voet, naar het bevestigingsblok. Korte slang, rechte koppeling aan de cilinder, haakse koppeling aan het bevestigingsblok. Lange slang met twee rechte koppelingen, één kant aan het bevestigingsblok en de ander naar de onderkant van de cilinder, van de andere kolom. Stroomkabel van elektrakast naar motor aansluiten. Aansluitkast van de motor openen. Geel-groen is aarde. Deze komt aan een kruisschroef op het huis, blauw is U1 en bruin is U2. Neem de spoel van het zakventiel lospunt door middel van de 17 mm moer los te draaien. Schuif de spoel van de as op in het aansluitblokje, haal de draad door de nippel en door het kapje. Sluit de twee draden aan, over de weerstand en de led.
Monteer het geheel weer op het zakventiel. De kabel verloopt van de spoel naar de bovenkant van de kolom, door een hoek in de kolom naar de elektrakast. De ophangstang voor de bedienkast, monteer deze eerst met de twee bovenste bouten, de stang in de sleufgaten hangen en dan de onderste bouten monteren. Doe dit ook met de steunstang. Neem de bedienkast en maak hem open. Neem een foto van de aangesloten draden. Neem de draden los en voer de kabel vanaf de kolom door de stang naar voren. Sluit de draden weer aan, volgens de foto. En monteer de bedienkast met vier schroefjes op de montageplaat. Aansluiting van de eindschakelaar. Deze komt bovenaan de kolom. De draad loopt door de hoek naar de elektrakast. Vul het oliereservoir met 10 liter hydrauliek olie met een viscositeit van 46. Neem een 220 volt aansluitdraad met stekker en sluit deze in de elektrakast aan. Groen-geel is PE, blauw is V en bruin is U. Let erop dat de stroomgroep 16C traag afgezekerd moet zijn. Steek de stekker in het stopcontact, draai de hoofdschakelaar om en het licht gaat branden. Sleutel naar links draaien. Op, de motor gaat draaien, de brug zal na een tijdje omhoog gaan. Ga naar de eerste vergrendeling en laat het platform hierin zakken. Monteer nu de onderste, lange bouten van het platform aan de jukken. Montage van de synchroniseerkettingen, hang de ketting in de draadeindvork en hang deze in de beugel. De ketting loopt naar onderen in de kolom, onder de rol door het gat, en naar de andere kant. Hier loopt het boven de rol langs naar onderen in de kolom, naar het montageblok. Installeer de ketting hier met de stift en splitpennen. Monteer de oprit met de twee bouten aan beide kanten. Laat de brug nu heffen zo hoog dat u er goed onder kunt staan. De platformplaten op de langsliggers leggen, met de open geul naar achteren, zodat elke volgende plaat in de geul komt te liggen. Begin aan de opritkant. Neem de gezette afdekplaat en leg deze als laatste, zodat het geheel gesloten wordt. Bevestig de platen, aan de onderkant, eerst aan de dwarsliggers, gebruik de 14 mm sleutelwijte boutjes en moeren. Verbind daarna ook de platen onderling. Neem de platen met de vergrendelingen en monteer deze aan de onderkant van de langsliggers. Kniekoppeling aan het vergrendelblok. Doe dit aan beide kanten. Verbind de vergrendelingen met de spiraalkabel en de losse draad, met T-stuk en stekkertjes. De losse draad met T-stuk en stekkers komt tussen de beide vergrendelingen. De spiraalkabel komt aan het T-stuk. Controleer of het vergrendelingsblok, door het met de hand te bedienen, ver genoeg vrijkomt. Monteer de kleine U-profielen op de langsligger, bij de schuine kant van de oprit. Werking van de brug. Sleutel naar links draaien, de brug gaat omhoog. Als hij de eindschakelaar heeft bereikt, stopt hij. Druk nu op de groene lockdown knop en de brug zakt in de vergrendeling.
Als u de brug weer wilt laten zakken, draait u eerst de sleutel naar links, op. De brug gaat omhoog en komt uit de vergrendeling. Dan de sleutel naar rechts, hij ontgrendelt en zakt naar de grond.